Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robbe en vandaag gaan we weer Clash of Clans spelen. Dus ja, in de tijd dat ik offline was, heb ik gewoon de troepen weer bijgetraind en de mortier gebouwd. Eigenlijk was de bedoeling dat ik dat in de video ging doen, maar ik had die per ongeluk al neergezet. Dus ja. Nu staat hier ook al. Ik zal eens zien wat het ding van de Gobolden is. M4 mortier. Die kunnen we wel straks proberen aan te vallen. Maar eerst gaan we natuurlijk dingen upgraden. Denk gewoon onze elixir tank sowieso. Want we willen natuurlijk zo rap mogelijk ons laboratorium kunnen hebben. Wacht, want als ik die upgrade krijg ik 6000 plaats erbij. Wacht, als ik dan deze, hoeveel geeft die? Ja, oké, als ik dan die nog ga upgraden, dan heb ik genoeg plaats. Maar ik ga eerst mijn goud ook een beetje gebruiken om muurtjes te upgraden. Want straks over 6 minuten kunnen ze mij gaan aanvallen, dat staat hier bij het schild. Dus ja, dan wil ik natuurlijk niet dat ik nog heel veel buit over heb. Zo. Dan gaan we nu proberen om M4 mortier aan te vallen. Dus in mijn klankkasteel heb ik een muurbreker van level 5 en twee tovenaars van level 6. Oké. Zitten hier iets van bommen of mijnen? Nee, oké. Zet ik hier gewoon mijn reuzen in. Zodat de barbaren nu al op de dinges afgaan. Op de mortieren. Voilà. Die wizards van level 6 helpen zeer goed. Die zijn zeer sterk. Ik denk, met al deze archers kunnen we dat kanon daar wel vernietigen. Ja, dat gaat wel lukken. En hier wordt ook het kanon vernietigd door de reuzen. Dan is het nu alleen nog maar de clean-up. Maar door mijn wizards van level 6... gaat dat natuurlijk heel snel. Bam. Zo. En nu komen de archers ook nog helpen. Dus dat is chill. En zo ja. Deze aanval is ook weer een 3-ster. Zo. 8000 van elk. Zo goed hè. Ik zal even een nieuw verzoek doen voor troepen. Oké, ja, klammerloof de visies, dat is niet zo. Ja, dat is wel speciaal, maar. Ja, ik weet dit allemaal al. Bladibladibla. Wat? Kan ik doneren? Ik zit toch niet in de klammerloof de visies? Maar ik kan wel doneren, oké. Ja, met dit account heb ik me niet in de klant nog ook de visies gezet, omdat anders, ja. Met status 3 maak je bijna geen schijn van kans daarin. Oké, dus. Even zien. Wachttoren. Oh ja, dat is met dit. Ik ga mezelf even iets van tovenaars of ballonnen weer doneren en dan zien jullie mij weer terug. Ja, ik kwam hier online op mijn tweede account en ik zie nu, ik doe op mijn eerste account en ik zie nu dat mijn base wordt gereed door draken en bowlers. Oké, die. Hopelijk is mijn verdediging sterk genoeg om hem te, om hem niet alles te laten stelen. Deze elixir tank krijgt hij sowieso nog en, maar hopelijk deze elixir tank niet. Oké, de queen is dood. Zijn er nog bowlers over en hier draken. Ja, ze stelen jammer genoeg wel veel buit. Maar ze halen geen 2-ster, dus dat is wel goed. Zo. Oké. Ga ik mezelf even troepen doneren.
Ah, ik heb wizards klaarstaan. Ik doe hier even wizards. Dat is één troep plaats. Zo, ga ik nu even terug naar mijn tweede account. Hallo iedereen, hier ben ik dan weer. Ik heb, ja, zoals jullie daar eerst zagen, twee tovenaars gedoneerd. Dus dan gaan we nu proberen om wachttoren aan te vallen. Als ik wachttoren ga aanvallen, verlies ik. Allee, verspil ik wel een beetje elixir. Maar het is niet zo heel veel, dus niet, ja. Moet ik nu direct die wizards inzetten, voordat er te veel reuzen doodgaan. Zet ik hier nu de archers in. Allee, dat is toch de bedoeling. En hopelijk gaat deze aanval een beetje goed gaan. Eén kanon is al kapot. Ja, dit wordt wel een 3-ster. Door de tovenaars is het nog een 3-ster geworden. Dus als je een ander account hebt waarmee je troepen kan doneren, doe dat zeker. En anders, als je dat niet hebt, ga in... ik zal je even tonen waar je dan kan gaan. Ja, ik zit nu al in de clan, dan ga je gewoon naar clan zoeken op. Request. Dus request. En request en leave. Oei. De naam is te lang. Dus, ja. Maar kijk, dan krijg je allemaal zo dinges van request en go of zo. Ja, en dan kan je daarin gaan en troepen vragen. En dan doneer ze jouw troepen. En dan kan je er weer uitgaan. Dus dat is voor als je geen clan hebt of... geen andere account om troepen te doneren. Ik moet even weer wat mannetjes bijmaken. Ik zal even zien. Nep gaat. Ja, maar nu kan ik niet zien. Oké. Dan zal ik wel gewoon 10 reuzen doen. En 15 archers of zo. Maar in de volgende video is de bedoeling om onze eerste online aanval te doen. Dus bij multiplayer, of ja, niet onze eerste, maar onze eerste deftige online aanval is de bedoeling dat we gaan doen. Dus ja, ik zie jullie nu weer terug als de elixir tank klaar is bij upgraden. Ja, ik ben hier nu weer. Ik heb eventjes gewacht en ja, de elixir tank zijn klaar met upgraden. Dus nu heb ik genoeg opslag om het laboratorium te kunnen kopen. Maar ik ga toch... Ik kan geen singleplayer gevecht meer doen, want die basis is gewoon veel te OP. Ik zal het u laten zien. Deze basis kan ik nooit aan als dat is 3. Dus wat ik dan ga doen, is ik ga gewoon van de training ga ik gewoon een beetje elixir stelen. Tutorial afsluiten. En dan gewoon om genoeg geld te hebben. Om dan het laboratorium te kunnen kopen. Zo. Even stelen. Zo. Voilà, nu hebben we genoeg geld om het laboratorium te stelen. Ik bedoel, nu hebben we genoeg geld gestolen om het laboratorium te bouwen, sorry. Het laboratorium ging hier bouwen, dacht ik. Ja, zo. Maar ik heb nog keiveel gehad over. En ja, ik zal jullie even... ik ben 2 keer aangevallen. Ik zal jullie even de herhalingen laten zien. Op dubbel speed gewoon. Dus deze guy, die probeert geld van mij te stelen. Want door mijn mortier, die kei op pace, faalt hij. Ja, hier kunnen ze niet geraakt worden, dat weet ik. Maar de mortier is echt veel te overpowered. Hij heeft nu nog 15 barbaren over. Die gaat hij ook inzetten, maar hij faalt. Want hij haalt bijna geen buit binnen. Dus ja.
Voilà, dit was deze aanval en dan nu de andere aanval, ga ik ook laten zien. Die was, ja, ik ben gewoon eventjes 2 uur of zo heb ik niet gespeeld, of misschien, ja, iets van 2 uur of zo. Hier zetten ze ook barbaren in, Kevel barbaren dicht bij elkaar en de mortier kan die dan allemaal hitten. Want de mortier zijn range is kei ver, dus veel te OP. Dus ja. En nu is het laboratorium ook klaar met bouwen. Om aan dingen te onderzoeken in het laboratorium hebben we meer opslag nodig en ook meer elixir. Dus ja, dan ga ik nu de video afsluiten. Als jullie de video leuk vonden, mogen jullie hem zeker liken. Als jullie geen enkele video van mij willen missen, dan zou ik zeker zeggen abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Dag!